Sportpsychologie, wat is dat eigenlijk? En wat kan je ermee? Stel, je vindt het moeilijk om goed te blijven presteren als je achterstaat. Of je hebt een blessure gehad en nu durf je niet meer hetzelfde als voor je blessure. Of gaat het op trainingen altijd heel goed, maar tijdens wedstrijden heb je last van zenuwen. In al deze situaties is het belangrijk om aandacht te besteden aan je mentale kracht. En daarbij kan een sportpsycholoog je helpen. Werken met een sportpsycholoog kan bestaan uit gesprekken, om beter te gaan begrijpen waarom je bepaalde dingen doet en om inzicht te krijgen in welke mentale vaardigheden je allemaal in kan zetten. Ook ga je deze vaardigheden trainen, soms samen, soms zelf. Uiteindelijk ga je het toepassen in de praktijk en ook daar kan een sportpsycholoog als ondersteuning bij aanwezig zijn. Mentaal sterker willen worden geldt natuurlijk niet alleen voor individuele sporters. Ook als team kan je mentaal sterker worden. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie op het veld. Of misschien wil je jezelf als coach wel verbeteren. Bijvoorbeeld door op een andere manier om te gaan met voor jou lastige spelers. Of om gemakkelijker alle neuzen van het team dezelfde kant op te krijgen. Ook het bestuur van een vereniging kan een vraag hebben voor een sportpsycholoog. Zoals, wat kunnen we doen aan schreeuwende ouders langs de lijn? Bij dergelijke vragen denkt een sportpsycholoog graag mee. Bijvoorbeeld met tips voor het implementeren van positief coachen of het verzorgen van een workshop voor ouders. Sportpsychologen in Nederland hebben zich verenigd in de VSPN. De VSPN is het platform waar sportpsychologische kennis op wetenschappelijke basis wordt gedeeld om meer sportplezier en betere prestaties voor alle sporters mogelijk te maken. Van breedtesport tot Olympische atleten. Benieuwd naar een sportpsycholoog bij jou in de buurt? Kijk op www.vspn.nl voor meer informatie en vind een expert die bij je past.